Passagiers voor Turkish Airlines vlucht 1962 naar Istanbul zo spoedig mogelijk aan boord via gate G6. Passengers Gerberg, McDonald, Hassan en Mussin. Airport information desk, please. Hier vandaan verzorgen we alle omroepberichten die er nodig zijn om bijvoorbeeld de passagiers op tijd bij de gate te krijgen. Of omroepjes die nodig zijn om passagiers bij de informatiebalie te krijgen omdat er iets aan de hand is. En van alles en nog wat. Aan deze rode balk kan je zien dat er een omroepbericht komt op verzoek van mijn collega aan de informatiebalie. Marieke de Goede moet omgeroepen worden. Ze reist met een passagier vanuit Cape Town. En het gebied waar ik hem moet omroepen is de H. Dus ik selecteer hier de H. Dat betekent dat die mevrouw alleen wordt omgeroepen in de aankomst en de vertrekhal. Mrs. Marieke de Goede from Cape Town. Please contact the airport information desk. Nou, wij proberen de zinnen op een zakelijke manier om te roepen, zodat de belangrijke dingen die ertoe doen, zoals de naam, de bestemming en de gate, dat die naar voren komen. Bijvoorbeeld passagier Jansen reizend naar New York, zo spoedig mogelijk aan boord via gate F6. En niet dat je van passagier Jansen reizend naar New York, zo spoedig mogelijk naar gate F6. Dat is wat we niet willen. De belangrijke dingen laat je rustig naar voren komen. Wat gebeurt er nou als je verkouden bent? Ja, de Franse omroepjes zijn dan erg mooi, want dan heb je toch wel een beetje een zwoel stemgeluid er doorheen. Maar als het te erg is, dan wordt het omgezet. Dan kom je hier gewoon niet te zitten en dan neemt je collega het over. Het zijn veel vrouwelijke stemmen, maar vergis je niet, we hebben zeker een stuk of 6-7 mannen die omroepen. Ja, ja, wordt steeds meer. Om uw BTW terug te krijgen, dan kunt u naar het douanekantoor in vertrekhal 3. Graag gedaan, tot ziens. Dag. Neem ze aan best een zoek naar ja. Amsterdam Hauptbahnhof. Ja. Deze richting uit, naar ja. De Blumenküchef naar rechts. Ja. Bitte sehr. Viel Spaß. Tschüss. Er zijn natuurlijk de hele snelle, makkelijke vragen van waar zijn de parkeergarages, waar zijn de toiletten. Maar ook echt groot verdriet. Mensen die gaan emigreren of iemand die hier iemand komt ophalen die een dierbare is verloren en die elkaar na lange tijd weer zien. Ja, dat zijn gewoon echt wel hele dingen die, nou, dat doet je zelf ook wel wat. Of iemand die dat een kind kwijt is en dat misschien voor je balie weer in orde komt. Daar ben je dan ook mee bezig. Alles maak je mee. En dat maakt het leuk. En om daar op een goede manier mee om te gaan, in alle talen natuurlijk, dat maakt het tot een ontzettend leuke baan.